Hallo, welkom. Ik ga jullie vertellen wat wij dit seizoen allemaal in Bellevue gaan doen. Theater Bellevue, want dan gaan we voortaan al onze voorstellingen spelen als we in Amsterdam spelen. En de eerste voorstelling is Mee Passant. We zijn trouwens in de kleedkamer in Dordrecht, de theater Kunstmin. Met Lieneke Rijksman, die volgend jaar ook meedoet. En Johan Nederlof daar. En Dickie van de Toren. Dickie? Nou, in ieder geval, en Koen, onze technicus, en Zoe is er ook. Maar in ieder geval, we beginnen met Mee Passant en dat is van 16 tot met 23 augustus in Bellevue. Voorstelling van Mark-Marie Huibrechts en mij. En wij spelen twee Tilburgse dames die kaarten en die het over het leven hebben, de dood en alle dingen. Het was vorig jaar een enorm succesvolle voorstelling, dus als het je wat lijkt, kom kijken. En dan zijn we ook in Bellevue met een soort productie die heet Rietje Meets Koos, New York City. Het is eigenlijk geen toneelstuk, maar het is eigenlijk een soort interview masterclass. Het gaat in ieder geval over mode en over het leven van Koos van de Akker. En Koos van de Akker is een Nederlandse Amerikaan. Woont al 50 jaar in New York, werkt ook al 50 jaar in New York. Is bekend geworden, wereldberoemd vanwege zijn truien van Bill Cosby. Dat is er zo. Niks. Oh. En hij heeft een heel interessant, veel bewogen leven. Werkt nog steeds elke dag van 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds in zijn atelier in New York. En ik ga hem elke dag gedurende 2 weken interviewen als de Tilburgse dame uit Mee Passant. Dus dat kan heel erg leuk worden. En dan hebben we daarna nog een productie die heet Fun Zone. En misschien kan Lienke daar iets over vertellen, Lien. Fun Zone wordt een voorstelling over vermomming en over... Waar moet ik naar kijken? Ja, gewoon hier naartoe. Over vermomming en over... en over travestie. Mijn nieuwe iPad. En daar zijn hele leuke gasten bij. Waaronder Baby D. Amerikaan. En Minou van de Bloeiende Maagd. Ik weet het niet. Ja, dus. Minou van... Hoe? Bosua. Ja. Nou, Minou. En Dickie van de Toren gaat ook meedoen. En Johan schrijft in ieder geval. Dus dat kan dan ook een leuke productie worden. Dus hou het in de gaten. Oké, nou, wij gaan ons verkleden, want wij moeten zo meteen op. Leuk dat je gekeken hebt. En zeg het voort als je het leuk vond wat ik zei. Daar.